was vanaf het moment dat ik kon lopen, kwam ik eigenlijk al in deze speeltuin. Ik hoefde hier achter maar het gangetje door te lopen. Meestal kroop ik over het schoolplein daar, via het hek naar de speeltuin. En nu sta ik hier. En toen ik als klein keeltje daar liep, had ik natuurlijk nooit gedacht dat ik in deze hoedanigheid nu hier sta. Maar dit plein, zoals het nu genoemd wordt, ja, dat is wel ongelooflijk belangrijk voor mij geweest. En ik denk voor heel veel van mijn leeftijdsgenoten. Wij voetbalden natuurlijk dag en nacht, maar we deden gewoon veel meer dingen samen. En hier ben ik ook gevormd. En ik zei al, vanaf het moment dat ik kon lopen kwam ik hier. En dat heeft bijna 20 jaar geduurd. En in die tijd heb ik hier gewoon geleerd. We groeiden niet alleen hier op, maar we werden ook opgevoed. We voeden onszelf ook op. En ik denk dat dat een hele belangrijke boodschap is naar de jeugd van tegenwoordig. Ik bedoel, wij leerden hier te overleven. We leerden hier maken van vrienden. We leerden samen te winnen en ook samen te verliezen. Teleurstellingen te verwerken, kattenkwaad uithalen. Kortom, wat ik al zei, ik ben hier gevormd. En tot wat ik eigenlijk nu ben. Dus deze tijd is voor mij ongelooflijk belangrijk geweest. Ik kan me nog herinneren dat ik de tijd dat ik debuteerde bij Go Ahead. En dat trainen we vaak twee keer per dag. En dan, dat mocht helemaal niet. Maar dan ging ik s'avonds, kwam ik nog hier naar de speeltuin. En dan bespeelde ik hier nog een partijtje mee. Wat ik me ook nog heel goed kan herinneren. Dat zijn de toernooien, de speeltuintoernooien. En tegen bijvoorbeeld wijk 16, de Driehoek, de Zandweert kan me nog herinneren. Tuindorp. En ik zal u vertellen, dat waren toernooien. Er zullen allicht nog mensen hier zijn die zich dat kunnen herinneren. En er stonden hier zoveel mensen als hier nu staan, stonden toen ook bij die wedstrijden te kijken. En dat was voor alle leeftijden. Elke dag voetballen we hier al partijen. En toen ik een jaar of, weet ik veel, 5, 6, 7, 8 was, deed ik al mee. Maar dat deden ook gewoon volwassen mensen mee. Dus al die dingen die je nu leert in jeugdopleidingen bij voetbalclubs, die werden je hier automatisch aangeleerd. En dus ik zal deze tijd nooit vergeten. Nou, we hebben natuurlijk een unieke prestatie geleverd op het WK. En als men dan in dit geval, ja, dit wat voor mij heel belangrijk geweest is, mijn naam geeft, het Bert van Marwijkplein. Ik heb altijd moeite om mijn eigen naam uit te spreken. Ja, dan ben ik wel heel erg trots. Het is voor mij wel een heel bijzonder moment. En ik wil u allen heel hartelijk danken voor de moeite. Beste Bert, als aandenker dat je hier was, het is heel zwaar, heb ik dit bord voor je. Wat ik nou weer bijzonder vind is dat toen ik denk een jaar of 14 was, stond ik op de B-side van de co-ed tribune naar jou te kijken. Dus kun je nagaan, dan sta ik hier naast je. Ik vind het echt heel erg leuk. En toen was je al een hartstikke goede voetballer. Nou, nu ben je de beste bondscoach van de wereld. Dus dat gaat heel goed komen. Volgend jaar Europees kampioen. Alsjeblieft. Als er meer. Voor je moeder hebben we nog bloemen. Let op, ga mama. En dan gaat het alleen. Hi. Oh. Heb je nog eentje? We zijn nog eentje. Ja. Hop, daar gaat ie. De adelaar die leeft, dat zingen ze normaal altijd in het stadion. Altijd kippenvel om van te krijgen natuurlijk. Ik loop even deze kant op. Nou, nogmaals een groot applaus.